Hallo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video en vandaag zijn we terug met een nieuwe heist. Want vandaag gaan we de Doomsday Heist doen en ik doe dat niet alleen, maar ik doe dit samen met Angelo! Hallo! Zet je daar lekker, jongen? Ja, ik zit even op de lekkere Dat is wel goed. Oké. We gaan vandaag de heist doen, de Bogdan Problem. Ja. Ja. Dus, ja, het is weer een hele leuke heisten die we gaan doen. We gingen eerst normaal Lester's heisten doen, maar daarvoor hebben we 4 personen nodig. Dus dat komt later doen. Eerst de Doomsday heisten. Ja. En de eerste job van vandaag is... in preparation. Steal a Riot fan and contains keycard to the hangars at Los Santos International Airport. Dus we moeten een keycard... Ja. Ben je er klaar voor? Ja, we gaan eraan beginnen, denk ik dan. Ja, dus vind je het leuk? Dus ik er duimpje omhoog. En dan gaan we door naar de eerste preparation. Oké, Angelo, we hebben een missie gekregen. Ja. We moeten wel een klein stukje rijden. Ja, keycard, hè. We moeten wel een klein stukje rijden, maar dat maakt niet uit. Ja, je bent een goede chauffeur. Hè. Ja, kijk hier, die palen. Easy dit. Met onze belastingen. Hoppa, hier naar beneden. Ik vind het altijd zo tricky om hier te rijden. Die bunker zit hier echt ook wel, of die facility zit hier echt kut. Ja, we moeten een beetje afgelegen facility, hè, want niet iedereen mag deze plan in handen krijgen. Gelukkig heb ik 4x4, hè. Ja. Kijk, weet je wat doen met een 4x4 zo? Hoppa. En tegen de boom. Ja, kijk, maar dat is een remmen. Kijk, geen schrammetje te zien. Nee. Als hij een lichter aan. Je licht is aan. Zo. Mijn licht is aan. Ik zie light bar. Ja, tuurlijk. Hij vroeg achter licht, kijk, dat is mijn licht. Nee. Hier, ja. Oh! Stunt, joh. Ja, je kan hier gewoon mee, dat is leuk aan die auto, je kan gewoon over iedereen heen rijden. Ja, ik zie het. Het is gewoon één dikke monster truck eigenlijk. Ja, over die G-Wagon. Oké, over deze kan je ook rijden dan? Nee, ik zie het. Die G-Wagon is hoog, hè. Ja. Ja, die cabriootjes, daar gaat je van over. Ja, dat lukt easy. We zijn er bijna Capitol Boulevard. Oh, moet hier zijn, Steel Riot. Fijn. Ja, moeten we ze killen of niet? Want ze zijn iemand anders aan het beschieten. Maar kunnen we niet gewoon rennen? Zeg maar. Ja, ik zou gewoon rennen. Ah, ik heb ons niet eens gezien. Mij wel. Oh, mij ook. Ah! Geen bommen. Alle bommen en granaten nog aan toe. Heb je dat opgeblazen? Nee. Maar jij hebt op het tankstation geschoten. Helemaal niet! Had hij mij die schild gegeven? Ik heb niet geschoten op tankstation. Hier, ik heb de Riot. Stap in! Ik zit er ook al in. Rij Oké. Nice. Kijk, easy dit. Okay. Maar 3 sterren. Wacht, kan je Lester bellen? Ja, ik ben bezig. Kan dat? Ik denk het. Ik hoop het. Normaal zou het moeten kunnen. We zitten in een public session. Ja. Lester komt bij. Is een goede vriend van mij, Lester. Ja, Lester is mijn beste vriend. Hey. Hey, cheater. Waar zijn die cops? Cheater. Is wel al beter nu. Ik vind deze missie al beter dan de Flika job. Ja. Dat is al meer interessanter. Maar mensen vonden het wel leuk om eens de Flika job terug te zien. Ja, het is lang geleden. Hè. Dat ja, mensen zeggen oldschool memories are coming back, hè? Ja. Yeah. Hey. Ik kwam de heist eigenlijk uit, joh. De heist... Wij zijn op zoek, hè? Volgens mij... Ik denk dat de heist, de Flika job, kwam in 2015. Oké, ik ga even op zoek, hè. Oké, zoek jij even op? Ik denk 2015, echt serieus. We zullen zien. Ik dacht 2 jaar na GTA. Was die eigenlijk al op de PlayStation 5 of 3 bedoel ik? Nee, die heist waren er nog niet, hè. 2015 zou ik zeggen dan, hè. 1 oktober 2013 staat hier. De heist. Ja, dat kan niet. 1 oktober 2013, dat was volgens mij de release. Ja, dat denk ik ook. 2013 kwam de game uit, hè. Ik tip in first weer... heist. Ja, zeg release date Flika job of zo. GTA. Oh, ja. Oh, wat? No. 2015. 10 maart 2015. Hoppa! Zie je? Ja, dat wist ik, hè. 10 maart. Ja, 10 maart. Ja. Online. Ik dacht al 2 jaar na GTA, normaal. Hé, hey, dat weet je goed, ja. Hey, en de Doomsday heist? Ik denk... Maar ik ben niet Wikipedia. Ja, jawel. Je kan het...
2017 zou ik zeggen. 17 of 18. Oké, okay. Ik zou ook eerder iets 9 dan 7. Nee, ik pak 18. 2018. Nee, 17. Doomsday Heist. Ik weet het niet. Oh! 12 december 2017. Ja, ja. Bijna 2018, hè? Ja, dat wel. Dat bijna. Hé, hey, maar we hebben wel de eerste voltooid, ja. Hè? Hé, hey, maar ook in december, hè? Ja, de nieuwe heist komt ook in december. Ja, 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 ja. Maar we gaan naar de tweede, want we moeten nog veel meer doen, hè? We moeten nog veel doen, ja. We hebben de preparation voltooid, we hebben de keycard en de riot van. Maar nu kunnen we dus de setup doen, dus we kunnen... Of we moeten eigenlijk de hangar betreden in de Los Santos International Airport. En we moeten de Avenger gaan stelen van de Meriwether Security. Zo, dus, dat is een big vliegtuig, hè? Dat is een groot vliegtuig, dus die heb ik ook in online zelf. Dus dat wordt wel een hele klus. Dus we gaan gewoon de setup starten. En we zijn zo bij jullie terug. We zijn aangekomen buiten en we moeten nu even rijden helemaal naar het vliegveld. Yep. Oh, zo, staat hier ook een hele mooie. Ja, voor als je geen auto had. Oh, echt? Ja, maar ik heb een eigen i30'tje. Custom, retro custom. Ja, oh, die is ook wel sick. Oh! Doe je, hè? Dat is die wijn naar beneden, hoor. Oh, joh, 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 joh. Nou, succes. Ja, even mooi. Leg je in het water? Ja, het is zo'n beekje, dus... Oh, je kan wel rijden. Ja, dan. Kijk, wacht wel aan het vliegveld. Nou, als je dat, ik ben op het airportje. Ja, jij bent eerst, maar... Nee, ik ben eerst. Ik ben weer de snelste, hè. De poort stond ook We moeten mij even open. Oppassen, want ik weet in het verre verleden dat dit een moeilijke missie is. Ja, dat weet ik ook. Waar moeten we hier naar binnen gewoon? Nou, we moeten even kloppen op de deur, hè. Ze doen nog niet direct open, hè. Well, en als ik nu gewoon een stickybom hier op die deur plak, zo... Stop! Zo, kijk. Gaan ze dat ook horen? Ik denk het wel, want ze doen open. Ja, oké, okay, nice, nice. Dat was mijn bel, hè? Ja, ja, dat was bam! Maar, ik denk dat we goed moeten opletten nu, want ik weet nog van vroeger dat we hier moeten schieten, man. Rennen! Let's go! Lichtjes uit. Angelo, derde poging, goede poging, hè? Welke derde poging? Ja. We zijn stiekem al zoveel keer dood gegaan. Nee, jij bent dood gegaan. Nee. Waar zit hij van? Ik ga hem snipen. Oh, daar zit hij. Doei. Ik heb een combat MG gepakt, hoor. Combat MG. Ja, ik ben de hele tijd aan het snipen ook. Ja, dat moet je niet doen. Bro, drie sniperkogels heb ik nodig voor die gast. Wat is deze? Ja, die hebben armen, hè. Daar staat er een. Hoppa, doei. Daar staat er een. Hoppa, doei. Ik word nu bol beschoten. Ik weet niet van waar. Ik ben al naar boven aan het gaan. Yo, ik bleef beneden. Niet te snel erin gaan. Zoek op tegen dekking. Dat is goed. Wat is die vent zit daar echt irritant te doen, ik zweer het je. Bro, wat vind je gekend hebben? Nee, Ryan. Nou, hij is dood. Oh, ik dacht dat jij bent dood. Zal ik even van boven ben je? Oké, ik ga even snacksjes eten. Snacksjes. Ja, snacksjes. Hoppa, en dan ga ik iets naar voren rennen. Versnaperingen, Ryan. Versnaperingen? Snackjes. Hm? Ik ren iets naar voren. Ik wil hier achter dat huis gaan staan. Zo. Ik moet even concentreren hiervoor. Ja. Oké, ik sta hier achter het huis, is goed. Oh, jij zit daar, oké. Ja, ik sta onder je. Alleen die vent wel niet dood. Moet je kijken, die ventjes hebben echt niet normaal armor hoor. Oké, die is neer. Ja, klopt. Oh, die vent zit te schieten. Hoeveel mensen zitten er nog boven, denk je? Nog veel of? Ja, niet echt heel veel. Alleen aan de andere kant nog. Hey, even. Ja, ik ben nu aan het snipen naar de overkant van de hangar. Bro. Oh my god. Ik pak je combat en ik zie drie keer een mes, jongen. Kijk, oh, ik heb een tonnetje. Oh, die vent wordt keihard vermoord. Ja, pak je combat MG, Ryan. Die is echt sterk, hoor. Ja, maar kan je niet zo ver schieten, hoor. Jawel, joh. Zit er hier niet op de trap, joh. Ja, die wou ik dus dan net. Nee, ik heb hem. Hij is nog niet dood. Zeg het nu. Dat hebben we deze missie gedaan. Die is dood. Volgens mij
Heb ik zo goed als Ik denk dat iedereen. ze ze allemaal hebben in één keer. Nee, staan er nog een paar hoor. Ik ben naar boven hoor. Ah, ik kijk naar snacks voor de zekerheid, want ik kan in één keer weg zijn dus. Oké, ik ren ook naar boven. Oh, ze zitten helemaal boven. Spawn er weer een paar. Paar? Ja, een heleboel. Zeg maar nog een heel leger. Een heel leger? Ja, mercenaries hè. Ja. Ja, maar eerst. Ik ga even... Waar zitten ze? Ja, boven. Zo, ik heb er één. Ik heb er nog één. Ik heb er nog één. Zo. Pas op hoor. Ik ben keihard gehit. Zo, de knetter. Ja, ik wil ergens naartoe rennen, maar... Zit er daar nog één ergens? Kijk, ik ga even rennen, ik ga even rennen, ik ga rennen, ik ga rennen. Niet handig, is niet handig. Kom mee. Ik hoop dat we zijn aan het concentreren. Ja, ze zitten er ook weer een paar beneden nog. Zo, de knetter, jongen. Echt waar, ga dood. Thanks. Is het nog een boven? Is het nog een boven, Rijn? Oh, ik word echt hard beschoten. Ja, eet snacks, eet snacks. Oh. Ik word ook nu hard beschoten hoor. Ja, daarom. Snacks, 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 snacks. Wauw, iets staat aan mijn weg of niet? Auw. Zit hier nog één beneden of wat? Nee, oké. Okay. Ik ga even maar via de andere kant overal. Een beetje. Ik heb er één. Zitten echt meer boven hoor. Nu. Ja, dat sowieso. Maar... Ik heb er een aan jouw kant ziek hard gehit. Er zitten achter die generators. Ja, je kan ze bijna niet raken, hè? Nee, daarom. Ik ben ziek hard gehit nu. Oh, ik heb er nog eentje. Oh. Eentje aan de linkerkant. Wow, ik ben bijna dood. Ja, ze raken hard hoor. Zodat hij niet valt, hè? Nee. Stel je voor, jongen. Ik heb die aan jouw kant. Dat was de laatste nog. Volgens mij aan mijn kant, aan deze kant zijn ze allemaal dood. Nog eentje aan die kant daar. Zijn en er nog eentje rechts. Waar zit die? Ja, die is beneden. Oh, die oh, heb echt? Ik. Ik ga naar de schakelaar al. Turn yep. On. Ah. Jezus, dit is echt een van de moeilijkste setups die ik me kan herinneren, hoor. Nee, ik vind die Flika setup wel het moeilijkst. Moet je helemaal omrennen, zeker. Die Flika nee, job? Nee, ik ben er. Ben je er al? Ja, Flika job is ook heel moeilijk. Ik ga nu ook de gast doden, hoor. Hé, hey, wil jij licht of niet? Ja, ik wil licht. Hij is dood. 4, hoppa. 3, nice. 2, 1. Val niet naar beneden, alsjeblieft. Hey. Val niet naar beneden, alsjeblieft. Nee. Oké, Hij moet in de Avenger. Ik weet vroeger dat we naar beneden wouden springen, omdat het geen zin had om naar beneden te rennen, maar dat is fataal. Plan. Dat is fataal. Ja, en we hebben nog 2 levens. En dat sowieso. Meteen naar beneden, Rijn. Ah, kijk, hier spring ik dan wel weer naar beneden. Hoppa. Zo'n bed, hè. Mag ik vliegen? Ja, jij mag vliegen, joh. Of moet er langs achter erin, of niet? Nee. Oké, langs hier. Hoppa. Ik ga vliegen, Angelo. Kom in dat ding hier. Jij mag van achteren schieten. Hoe heet Onion? Ik stap hier. Zit je erin? Oké, ja, ik zit naast je. Buiten. En exit. Nice. Oké, nu moeten we wel zorgen dat we niet crashen. Nee, maar jij bent een beast ja, piloot, ja, kijk. Daar gaat het al. Kijk. Maar hoe draai ik die dingen dan? Oh, zo. Kijk, kom op, kom op. Hey, ik ben even naar achter. Ja? Even drinken. Ja. Oh, er zitten wel mensen op ons te schieten, volgens mij. Hoppa, ik ga maar even achter het kanon die zitten. Die wieken zich groot, jongen. Ja. Even, even een rondje draaien, zo. Zo, hoppa. Wee! Ik ga dit kanon hier pakken. Stay below... Oh-oh. Stay below the radar. Je moet... Hey, je moet naar beneden. Kijk naar rechts. Kijk naar rechts. Je wordt gelokkend. Ja. Oh. Wat? Wat moet ik doen? En dan fuck je blijven. Op tijd. Oh my god. Oh. Ik wist niet wat ik moest doen, jongen. Ik zei dat ding. Moest je dan fuck je... Moet in een vakje blijven? Ja, je moet in dat vakje blijven. Oh, mijn motor moet er wel blijven draaien. Onderaan. Oei, oei, oei.
Oh, zo. Dat is nog moeilijk om me nog aan te concentreren ook. Ja, ja. Deze setup is niet voor... Ik dacht dat je gratis iedereen bij de cornflakes kreeg. Nee, dat niet. Zo, je hebt harde kanonnen, jongen. Moet waar raak schieten, Angelo? Dat doe ik. Ja? Ik doe eerst waarschuwingsschoten. Ja? Maar. Even raak schieten, ik ga even bewegen voor je. Ja, maar ik heb zo lang geraakt, joh. Waar moeten we heen eigenlijk? Oh-oh. Wat moet ik eigenlijk doen? Moet ik gewoon laag blijven? Ja, laag blijven, ja. Ah, oké. Okay. Ja, je ziet die bar toch, rechts? Ja? Maar wat is dat vakje? Dat paarse vakje? Paarse vakje, dat zie ik. Op mijn minimap. Ik weet niet wat dat is. Dat is wel dat je in moet blijven. Oh. Dat is de altitude. Hoe hoog je mag blijven. Nou, ik ben geen ervaren piloot, hè. Jawel, joh. Zometeen draait het allemaal om de landing. Dat gaat fataal aflopen, hè. Ik ben benieuwd. Ja. Er komt een berg, je moet omhoog, jongen. Het gaat even. Zo, we moeten helemaal naar de top van de map gaan. Echt? Ja. Volgens mij ga ik een beetje piepen, maar dat maakt niet uit. Oh nee, toch nog niet eens. Nu wel. Even naar beneden zakken, hè. Oké, we moeten hier landen. Land ik zo of ga ik mijn wieken draaien? Ik zou je wieken draaien. Wordt hij bang, hoor? Ja, ik wil niet dood gaan nu op plein, zeg. Oké, ik vlieg er weer over. Oké, jongens! Ryan komt eraan! 3, 2... Pas op, en nu een zo een van die mannen mee. Heb je weet je dat? Nice. Ja, een van die mannen zo in mijn wieken. Wieuwoo! En we hebben het gewoon in één keer gedaan, hè. Hé, hey, Ryan kreeg toch platinum, hè? Ja, kijk! Kijk, ja, jij kreeg geld, ik kreeg niks. Ik heb bijna niks van geld, joh. Ik heb niks van geld, jij kreeg iets van 15k of zo. Of niet? 28k. Echt? Niet! Ja. Wat is dit zo voor poepzo, jongen? Nou ja. Dat zijn echt goede werknemers, hè? Ja, krijg dat... meer geld. Ja. En baas moet altijd veel betalen. Maar hey, Angelo, we hebben nu de preparation gedaan, we hebben de setup gedaan. Ja. We kunnen daar nu nog een preparation en nog een setup doen. Dus okay, is goed. Tot bij de tweede preparation. Ja, Angelo, preparation 2. Take out the agent ULPS, kidnappers, and recover information on where he's being held. Hey, informatie zoeken, jongen. Als de beste kunnen wij dat. Dus even een preparation weer, even in een online server. Maar ik heb nog gewerkt bij de CIA, hè. Ja? Dus, dat ziet er wel mijn uitrusting. Ja, ik heb ooit in de zoo gezeten. Met mijn apenkop. Jij bent al incognito, joh. Ik ben incognito. Ja, ik zie wat. Oh, wat kregen we? Ik had de dealers. Oh, wat? We kregen oppressertjes. Maar die kijk! Heb die heb je. Ja, ik heb die. Wat doe jij nou? Wat doe jij nou? Kijk, daarvoor heb ik mijn oppressor verkocht. We kregen ze zo meteen in en we mogen hem gewoon houden. Nee, dat komt niet. Nee? Ja, lastig. Dit is wel lekker vliegen, hè? Ja, waar moet je eigenlijk heen? Ja, de dealers. Ja, maar ongeveer zitten die? Take out die. Oh, mijn GT al vast. En één keer ga ik gassen, ja, dat dacht ik al. En één keer ga je daar gassen, jongen. Loopt die hele game vast. En dan denk je. BAH! Ga je ergens tegenaan vangen. Ja. Wacht hoor, waar is dat? Misschien moet ik op elkaar kijken. Neem ik die aan dicht bij het strand daar? Er zijn al vier bij het strand. Ja, die heel rechtse. Ja. Oké, die neem ik dan. Neem ik die middelste daartussen. Ja, oké. Ik weet wel niet wat er ons te wachten staat. Vliegt hier ook nog één dikke Avenger over of zo? Die heeft hij ook net gestolen. Ja. Dus die van ons heeft hem gestolen van ons weer. Ja, teruggestolen. Nou, ik ben bij de eerste, als het goed is. Oké. Okay. Ja, ik moet nog even vliegen. Take out the deal. We hebben geen raketten hierop, hè. Wacht, kunnen we hun auto's opblazen? Ik denk het wel. Take out staat er, dus... Ik denk het wel op zich. Oké. Okay. ik stap gewoon af en ik neem mijn RPG, hoor.
Ga niemand mee. Ja, ik ben wel aan het rijden, joh. Hè? Ik ben wel aan het rijden, joh. Ja, ik ben nu weer aan het gaan naar de volgende. Oh, ze zijn al drie bij elkaar, joh. Yep. Oké, ik neem maar die twee daar dicht bij elkaar. Gaan we naar daar. Oké, dan neem ik die rechts. Wacht, die twee gaan op elkaar af nu, of niet? Ja. Oké. Ik neem de voorste. Ik ga hierin. Er staat er hier eentje stealth. Ik ga dood. Nee, ik heb het overleefd. Ik een keihard op mijn bek, jongen. Maar, oh, je bent het gewoon op een BMX. Echt? Ja, ja. Meestal is het gewoon op een parkingstijl, jongen. Waar is die laatste dan? Daar, bij het strandje. Bij het strand. Rijn? Ja? Ik zit op een balkon vast. Ja, ik ga er toch af. Ja, maar ik zit op een 30e verdieping balkon vast. Ik ben gevallen. Maar je moet echt niet weten waar ik sta, joh. Ik weet echt niet waar je bent, maar ik fix het wel hier, hoor. Ja? Ik pak die gas wel aan. Ik heb een parachute. Alleen val ik altijd van mijn brommer af. Maar ik ben niet echt handig. Die vent zit ook op zijn fiets. Maar ik ga hem gewoon neermaaien met mijn minigun. Maar ik kan niet meer aan mijn motortje vast geraken. Hey bro, ik zou rennen als ik van jou was, hè? Hey, ik zou rennen als ik van jou was, hè? Zit hij het beste, hoor. Hij is dood. Oké, ik ben al in de buurt waar we moeten zijn. Ja, jij moet het maar doen, hè, want staan hier nog mensen? Moet hier even een ander autootje pakken, kom, hè? Wij. Ze hebben wel vette auto's. Hoppa, doei. Moet ik al naar binnen gaan in zijn appartement? Voor ja. Informatie? Ik kom pas later, hè. Ik weet niet wat je aan het doen bent, maar je krijgt niet veel betaald. Je krijgt niet echt veel betaald zo meteen van mij. Zo. Ja. Ik doe mijn best, hè. Je doet niks. Ik kan niet meer doen dan je best, zeggen ze altijd. Ja, dat, maar je doet ook niks. Je doet niet je best. Oh shit, ik word hier keihard. Als je maar je best niet doet. Wow, oké, hij moet hier helemaal hier alleen doen, hè. Die vent staat gewoon op een stoel. Hey, heeft je moeder geen manieren geleerd? Zo, ik heb de package. Oh, je hebt hem al. Ja, hey, ik heb een vluchtauto, wacht. Ja? Ja, ik heb een vluchtauto. Oh, zo. Au. Hier, jongen. Diep voor jullie. Retard. Zo, ik kom naar buiten. Die ventjes komen al snel naar binnen gerend. Sta je daar al met je auto of niet? Kom maar. Oh, nice. Go, gassen. We worden wel op de map gezet. Oh, dit is ook gewoon de meest vrotte auto die ik kan vinden. Nee. Jongen, dit is een beastbak. Ja, dit valt toch op, jongen. Kijk, randjes pakken. Oké, we moeten... Oh nee, strak. Ga mijn brommertje nemen. Oh wat, ik heb hier een Porsche. Dat pakketje leeft nog. Ja. We moeten wel oppassen dat het niet kapot geschoten wordt door die vent. Dat is nou het kut, hè. Kan je me terugbrengen naar mijn dinges, naar mijn... Hoe heet dat? Oh, je hebt het al. Kom. Heb je Porsche? Ja. Oké, okay. Gassen, ik ben Leicester. Kunnen of je radar of zo. Ja, maar die bent achter ons. Leicester. Die gaat niet door Leicester weg. Ja, nee, maar mensen in de lobby. Die vent met zijn straaljager of de radar. Oh, ja. Zo. Ik weet niet of je ook of de radar nu bent, hoor. Ik denk het wel. Oké. Okay. Angelo, het hangt allemaal van jou af. Gassen, ja, ja. Heb je een waypoint of niet? Ja, ik heb een waypoint. Oké, okay, nice. Jee, we zijn er bijna! Ja. Ik zie mijn facility. Nee, ik zie hem nog niet. We zijn er bijna, zonder problemen. We waren één keer opgeblazen, maar gelukkig is het ons pakketje kapot. Daarna ben ik gewoon echt beast aan het rijden. Nee, ik ben natuurlijk beast aan het rijden. Kijk hier, een lelijke auto. Die mooie auto even niet beschadigen, natuurlijk. Hoppa, auw. Oh. Bedankt, hè. Ja, graag gedaan, hè. Zo, even de banden lek zetten. Ah nee, je hebt proof tires. Hey. Ben je bezig, jongen? Ik ben er binnen, je kan me niet killen! Yeah, preparation. Preparation complete, duffelback is delivered. Nice! Yep. Dan gaan we nog een setup erachter aan doen, dus tot zo. We zijn terug in onze facility aangekomen en de volgende setup is Team 1 Assault the Foundry to Rescue Agents ULP. En Team 2 provides cover from a vantage point. Dus iemand gaat moeten een agent gaan redden en een tweede team
moet dus cover geven aan de persoon. Ik weet niet in welke job jij interesse hebt. Maakt mij echt niks uit. Nee, Maar... team 1 of team 2, jij mag beslissen. Wil je je beschermen of wil je hem gaan halen? Ik weet niet, wat kan jij goed? Niks. Ik ook niet. Je hebt een invite, by the way. Ik zou wel beschermen. Ja? Laat hem lekker op normal staan, want anders wordt het weer te moeilijk, hè. Nou, nog 300 metertjes. Ja, ja. Oh. Naar links, pas op, pas die op. Bocht. Ja, er staan hier busjes, ik weet niet wat ze daar gaan doen. Maar... Het is geen parkeerplek, hè. Die nemen de bus, hè. Oh nee, is dat die dinges die... ijzersmeet fabriek? Met dat lava? Ja, ja, ik denk oh, het. Oh nee, niet deze. Oh, dat was jij moet echt in de tight corners moet jij die vent gaan redden. En ik moet hier rechts... Ja, ik kan dit, ik kan dit, wij kunnen dit. Oké. Staan er hier ook links? Oh nee, ik dacht dat er ja, ik moet al naar de vantage point. Oké, ik ga naar binnen. Wish me luck. Ik heb het nodig. Ja, maar ik heb het ook moeilijk hoor. Ja, ik weet niet, ja, jij moet daar allemaal verdedigen, iedereen die buiten hè? Zit, moet ik komen. Ja, ik ben hier al lekker aan het knallen. Oh, ik zit nu naar boven te gaan. Maar ze komen al, joh. Zo, de knetter, jongen. Het is hier druk. Hey, jongens, we zijn maar met z'n tweeën en ik kan het ook iets makkelijker. Ja. Nee, die fles... We hebben geen discount omdat we met tweeën zijn. Ja. Even voordelen of zo. Een joker. Ja. Au, 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 au. Volgens schoten, joh. Ik weet niet waar die fans zijn, daar. Ja, ze zijn wel al sneller dood dan de vorige serp bij mij. Ja, ze hebben geen armor, denk ik. Nee. Ah, waar zit die vent? Die vent zit ook close, hoor. Ik ga zo meteen een granaat gooien op die vent. Pas op voor je rug, hè, want als ik een paar mensen doorlaat, zitten ze in je rug. Ja, je moet ze maar niet doorlaten, ik ga even een snackje eten. Weet je hoeveel mensen hier zitten, joh? Hé, hey, weet je hoeveel mensen hier zitten, jong? Ja. Oké, okay, ik ga. Oké, okay, dekking. Ik heb mijn helikopter op me af. Zo, de knetter, jongen. Ik begin met mijn RPG, hoor. Alleen gaat alles mis. Moet even weer armen of je armen aanzetten. Die heb ik ook. Snacks, 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 snacks. Hoppa. Kom op, Brian. Ja, you can do it, man. Als ze één per één schieten, maakt dat niet uit. Maar in één keer gaan ze allemaal een kop laten zien. En beginnen ze allemaal in één keer te schieten. Hop. Dat is allemaal anders. Hier, jongen. RPG op je kop. Hier, jongen. RPG op je kop. Dat is wel makkelijk met de RPG, hè? Let op je rug, hè, Rijn. Hey, beschermen. Er is nog niemand doorgegaan, maar moest het zijn dat... Nou, ik ben al verder aan het rennen, dus... Okay. Ze moeten al een stukje lopen voordat ze echt bij mij staan. Ja, maar lopen kunnen ze. Oké, ik heb hier volgens mij iedereen. Nee, nog niet. Ja? Nee, nog niet. Dat knap zijn. Ja. Ik ben al de trappen omhoog aan het gaan. En dan heb je al een checkpoint, zeg maar. Ja. Zo, daar gaat al mijn ammo, jongen. Komen ze echt wel met veel. Doei, dood. Die vent dacht, ik ga het glitchen. Nee, 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 dat ga ik niet doen. Ze blijven nu ook spawnen. Ja, ik ben op de bovenste verdieping nu. Oké, nice. Ik ben bijna bij die gast. Ik zie hem al op elkaar staan. Ik ga even mijn shotgun erbij. Jongen, ik weet dat je hier hem staat te verdedigen. Doei. Oh, ik schoot bijna hem af, hè, die gast die we nodig hebben. Nou, bro, kom maar volg me. Blijf dicht bij me. Doe niks verkeerd, anders maak ik je af. Oké, rennen, 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 rennen. En ik kop er hier boven me. Ah, ze zijn er weer heel veel beneden nu. Hou nog even vol. Ja, ik... Ik ben nu al, ik ben op de terugweg. Inventory even. Ja, zo. Ik kreeg wel armor volgens mij, want het duurt lang voor ik ze dood heb. Gastje, al hier, hang langs hier. Hoppa. Hier is de trap, oké. Okay. Ik ga springen. Au, au. Oké. Okay. Ben je buiten? Ik ben bijna bij de uithang. Alleen, ik heb hier nog een paar staan die even moeten afgeknald worden. Nou, ik ben bij de deur. Ik
Oké, die vent is ook ik mee. Ik kom naar beneden. Staat er een buiten volgens mij. Daar staan we buiten op te wachten ook. Ik ben buiten. Oké, ik ben ook beneden. Zo is je druk, jongen. Ja, daarom. Zo, de knetter, jongen. Go, 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 go. Ja, zit pak zo'n armor trucje. Ja, ja, ja. Oké, rij jij? Ja. Die vent, kom op, jong. Hij moet even instappen. Rijden. Waar staat die vent? Staat hij op het dak of zo? Zo. Oké, nice. En nu gassen, 5 kilometer, jongen. Dat is ook niet, niet dichtbij of zo. Nee, daarom. Het ging wel goed, hè? Oh, je ja, hebt hier iedereen afgeknald, jongen. Dus ik daar allemaal lijken liggen. Leek nergens ja, op, hè? Ze kwamen overal. Nice. Maar we hebben hem. We hebben hem gehaald. Er zitten wel nog een paar mensen die ons achtervolgen, maar... Ja, geen probleem. Ze kunnen ons niet echt iets doen in deze truck. Nee. Behalve als Angelo niet echt goed gaat rijden en nu ga ik dood. Angelo, ik ga dood. Nee, nee, nee. Oké, okay, ik heb mijn armen aan. Jij moet ook een beetje schieten. Ja, hé, ik ben snacks aan het eten. Ik ben bijna dood, joh. Gaat hij gewoon rustig zijn middag maken. Dat is die Night Shark, jongen. Nog 200 meter! En we zijn er, we hebben het overleefd. Yes, 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 yes. En niet tegen het tonnetje aanrijden, alsjeblieft. Nee, nee, kijk, netjes. Even kijken, hier ons vliegtuig staat hier al. Vliegtuig. Oh, nice, lekker. Dat wil wel zeggen dat we weer een preparation hebben voltooid, hè? En eigenlijk zijn we echt de topduo, gewoon beast. We zijn gewoon goed. Normaal doen mensen dat met 4, maar wij dachten, wij doen het lekker met z'n tweeën. Ja, hij gaat perfect dit. Ja, kijk, kijk. Heb ik kijk. Platinum? Nee, 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 ik heb platinum. Weet je hoeveel... Weer platinum, kijk, hè? Ik heb die gast gehaald, hè. Joe, die gast heeft me credits gegeven. Ja, daarom. Dus, heeft hij een goede review gegeven. Ja, 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 ja. Maar, ik vind het mooi geweest voor vandaag. Ja, ik ook. We hebben weer veel gedaan. Dat sowieso. Dus, we gaan heel snel weer verder met deze heist. Hebben jullie genoten? Dus zeker een duimpje omhoog. Vergeet ook zeker Angelo niet te checken. Zijn dan zo snel mogelijk terug. En ik zeg tot de volgende keer. Joejoe. Doei doei.